weer tijd om wensen te vervullen ergens in Zuidoost-Drenthe. Paulo zei net Emma Kompas, maar volgens mij is de Kompas helemaal goed, want het is Emma Schans, toch? Ja, klopt. Het is Emma Schans. We staan nu in Emma Schans en we gaan naar Yvonne toe. En Yvonne woont op nummer 94. Ze staat nu bij 98. Helaas, jullie niet vandaag. Even een beetje doorlopen. Ook wel jammer om nee te zeggen. Ja, even kijken hoor. Nummertje 94. Ik zie het staan. Ik ga even naar de bel lopen. Ach, wat is het ook leuk om te doen, hè? Heel Zuidoost-Drenthe door en wensen in vervulling laten gaan. Mensen blij maken. Oeh, ik heb mijn handen vol. En mensen blij maken ook, ja. En ik zie ook al een mooie kerstboom binnenstaan. En een jonge jongen. Eens kijken wie de deur gaat open doen. Hallo, Yvonne. Nou, wij zijn hier namens Zo34 voor het programma Hart voor Elkaar. Om wensen in vervulling te laten gaan en de mensen een hart om de riem te steken. Ja. En ik zag al een jongen binnen. Is dat je zoon? Ja. Nou, ik heb ook iets leuks voor hem. Wil hij ook naar de deur komen? Zal ik hem even ophalen? Ja, heel leuk. Dit vinden we leuk. Hallo. Hi. Hoe heet jij? Tycho. Tycho. Zeg Tycho, ik heb een cadeautje voor jou. Okay. Ik moet er wel even neerleggen, want vanwege de coronamaatregelen en helaas heb ik geen lieftallige dames van de Drenthe College mee, dus ik moet het zelf even doen. Kijk, deze is voor jou. Zeg je dat? Alsjeblieft. En dan heb ik voor je moeder heb ik ook iets. Ik ga het niet vertellen, ze mag het zelf even uitpakken. En dat vind ik wel leuk, dat zij dan gaat vertellen wat ze, nou ja, heeft gekregen. Een cadeaucheck van €20 bij Vishandel Bruinsma. Nou, houden jullie van vis? Ja, dus dat komt heel goed uit. Nou, wat mooi. Nou, je ziet maar weer dat het altijd wel goed terechtkomt. Blije gezichten, heerlijk lekker spelen en lekker vis eten bij Bruinsma. Ik zeg geniet ervan. Dat komt goed. En fijne feestdagen. Jullie ook, dankjewel.